Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise. Hallo, ik ben Pieter Huibrechts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En dit keer hebben we het over een strafpleiter die straks voor de 100ste keer de Assisezaal binnenwandelt. Advocaat Jan de Man. Dag Pieter. Dag Cédric. Pieter, jij bent deze week langs geweest bij een zeer interessante persoon. Bij een zeer ervaren strafpleiter. Een van de nestors zelfs onder de Assisepleiters. We hebben het over Jan de Man. Ja, ik denk zeker dat we die man gerust een icoon van Assise kunnen noemen. Ben naar Jan de Man getrokken in Schoten, strafpleiter daar. En de reden daarvoor is heel simpel. Jan de Man is toe aan zijn 100ste Assisezaak volgende week. Start er namelijk een proces in Leuven, mm-hmm. in het gerechtsgebouw van Leuven. En Jan de Man doet daarin wat hij eigenlijk al zo vaak heeft gedaan. Hij treedt op als advocaat van de beschuldigde. En het is zijn 100ste Assiseproces, zoals gezegd. En er is eigenlijk maar één advocaat die beter deed. En jullie hebben het vooral over die 100 processen gehad, vermoed ik. Ja, zeker. We zijn eigenlijk door zijn Assise-repertoire gegaan, als het ware. Bijvoorbeeld de zaak in 1990, Kronegold. Die is buitengekomen, denk ik, met 5 of 6 jaar. Dat vond ik al een de facto vrijspraak. Hier, Tseien, die is vrijgesproken in 1993. Rosette Vaas, die is buitengekomen, die is vervolgd, vermoord, maar daar heb ik een uitlokking gekregen. Die is buitengekomen met 5 jaar. Cédric, we horen hier Jan de Man die door papieren gaat met mij. Hij had voor mij een lijst gemaakt van die 99 zaken waarin hij dus al gepleit heeft. Want u moet weten, Cédric, zijn eerste assisezaak 1985. Intussen zijn we 36 jaar later. Dus dat is wel wat natuurlijk. Hè. Maar hij is er natuurlijk nog niet. Hij zit nu aan 99. Die laatste kaap, nummertje 100, die moet nog genomen worden. Dat proces dat begint volgende week dinsdag, als ik het goed voor heb. Mm-hmm. En dat belooft geen gemakkelijk proces te worden. Nee, misschien moeten we eerst even kaderen welk proces in Leuven het gaat. Het is het proces over de moord op Andy van der Rijt. Dat is een jonge kerel uit Aarschot die in 2018 is met allerlei messteken om het leven is gebracht. En wie verdedigt Jan de Man in deze zaak? Wel, hij neemt de verdediging op zich van Christel Appelt. Dat is de femme fatale die destijds bijna kon ontsnappen in een helikopter. En zij zou de moord gepleegd hebben met haar ex-liefje. We hebben al eens een podcast over dat dossier gemaakt, begin dit jaar. Mm-hmm. Want het is eigenlijk al voor de tweede keer dat die zaak voor Assise komt. Wat ook zeer uitzonderlijk is. Ja, en dat is de verdienste, of ondanks Jan de Man geweest. Want Jan de Man heeft voor de eerste keer in zijn carrière eigenlijk een Assise-voorzitter gevraagd destijds. We gaan er verder in de podcast verder op in. Mm-hmm. Waardoor eigenlijk heel dat Assise-proces opnieuw moet gevoerd worden. Dus het is in Leuven te doen dat Jan de Man nummer 100 zal binnenhalen. Dus het is door zijn eigen toedoen dat die zaak, dat nummer 100 nu op zijn konto programma komt. Mm-hmm. Klopt. Pieter, advocaat Jan de Man. Dus van welke processen moeten we hem kennen? Ja, dus van heel veel processen, hè, want hij zit aan nummer 100. De bekendste recente zaken zijn die van Tijl Tekmans bijvoorbeeld. De man die de garageverkoper die Britta Kloetes om het leven heeft gebracht op de A12 in Wilrijk. Mm-hmm. Jan de Man was ook de advocaat van Karel de Schutter in de befaamde assisezaak voor de moord op veeartskeurder Karel van Noppen. Ja. En recent, dat is een assisezaak die jij hebt gevolgd in Antwerpen, hè, Johnny van den Broek, oftewel de Pokémon-moord. Ja, die stond toen terecht voor de zeer gruwelijke moord op Shashan Moreau in Antwerpen. Jij bent met hem geweest, je hebt over zijn 100 zaken gesproken. Wat was eigenlijk zijn allereerste assisezaak? Laten we daarmee beginnen. Wel, een zaak waar hij destijds als jonge advocaat in Antwerpen gefascineerd door assisen en dergelijke, wel een beetje als bij toeval is ingerold, dat was eigenlijk de zaak Gerda Rousseau. Mm-hmm. Wie was Gerda Rousseau? Wel, Gerda Rousseau, moet zeggen, we zitten in 1985 dus, 36 jaar geleden. En dat was eigenlijk een vrouw die een relatie had met haar oom.
Okay. Een beetje een opvallende situatie wel. En die oom had dus een vrouw. En die oom heeft eigenlijk die vrouw op een gegeven moment om het leven gebracht. Okay. En kwam voor Assisen. En zat met het feit dat er een lichaam gedumpt was in een dok in Antwerpen. En die zaak is eigenlijk dankzij een Russische matroos aan het licht gekomen. Heel fascinerend. Misschien moeten we even luisteren. Gerda Rousseau, het nichtje van Amelings. En hij had zijn vrouw met een beitel het hoofd ingeslagen in de keuken thuis. Maar die hadden een verhouding, hè. En hij is haar dan gaan verwittigen van, ja, nu is het gebeurd thuis, je moet nu meekomen. En zij heeft een lijk daarmee ingepakt en dan zijn ze dat gewoon dumpen in het Delwedendok, hè. En dan denk je, maar we zijn er vanaf. Tot op een gegeven ogenblik dat er een grote olietanker binnenkomt. En die moet aanmeren, maar op dat ogenblik moeten die schroeven, die gaan dan naar de zijkant. En doordat daar dus hoeveel kracht op gezet wordt, komt dat pak met dat laag bovendrijven. En dan was het op dat ogenblik misschien nog geen probleem, maar er stak een voet aan. Maar er was een Russische matroos, die is s'avonds na dat schip is aangemeerd, gewoon om dek zo staan. Hè. Ik bedoel, het is goed weer, een sigaretje te roken. En je ziet die eerst naar beneden en je zegt, oeh, wat is dat? En dan hebben ze dat pak uit het water gehaald. Dus maar dat was dat. Assisezaak is dankzij een Rus. Ja, voilà. Ja. En dan, om maar te zien hoe dat de technieken allemaal geëvolueerd zijn, dan zijn we dan het gebied, een afdruk van het gebied. En dat hebben ze verspreid in de provincie Antwerpen. En heeft er een tandarts vanuit Merksem gezegd, ja, maar dat is van een patiënt van mij. En dus, na dat proces was zijn carrière vertrokken eigenlijk. Ja, want hij kreeg heel veel lof van zijn patroon. Hè. Want ja, je moet weten, er was sprake van moord of doodslag. Maar hij was er eigenlijk in geslaagd om die vrouw, hè, Gerda Rousseau, slechts veroordeeld te krijgen voor het bedriegelijk wegmoffelen van dat lijk. Dus dat bijgedragen aan dat lijk verstoppen. Mm-hmm. En ja, dus die straf viel extreem goed mee. En wat was de straf? Voor die vrouw 2 jaar effectief. En zijn naam ging rond. Hè. In de gevangenis werd over hem gesproken. Hij had goed gepleit. En zijn carrière was gelanceerd. En hij vertelde van, ja, in de weken nadien waren er 2-3 nieuwe assisezaken. Je kon s'avonds met Rousseau buiten wandelen. En dat heeft als gevolg gehad. Dat zie je van de lessen die ik toen ook heb meegenomen. In de gevangenis kijkt men naar het cijfer. Hè? Weet je? Ik bedoel, jij mag nog de grootste juridische overwinning hebben geboekt op het Hof van Assisen om een jury te overtuigen van te zakken naar een voorbedachte te laten vallen of de kwalificatie te laten veranderen. Maar als dat niet meevalt qua cijfers, daar klappen ze niet over over al die juridische overwinningen. Nee. Dat is het beste bewijs is, na die zaak Rousseau, binnen de 2 weken had ik 3 nieuwe Assisenzaken binnen. Ik heb Jan de Man al een aantal keer zien pleiten. Bijvoorbeeld in het dossier van de Pokémon-moord, hè, toen hij Johnny van den Broek verdedigde. En ook hier nu, in het eerste proces van Christel Appelt, heb ik hem ook gezien. En ik heb vaak de indruk dat hij, ja, dat hij optreedt voor mensen van wie dat je denkt dat de zaak bij voorbaat verloren is. Mensen van wie dat je denkt van, ja, die zijn zo schuldig, die hebben zo'n gruwelijke feit gepleegd. Mensen die vaak helemaal alleen staan ook zo, hè? Ja, mensen waarvan dat je denkt, die gaan zo hard gestraft worden. Maar dan slaagt hij er altijd in om toch een beetje aan te tonen dat dat ook mensen zijn. Om ook het menselijke aspect van de dader boven te halen. Mm-hmm. Daar graaft hij vaak naar, hè? Naar dat menselijke achter de voilà, bijvoorbeeld bij Johnny van den Broek heeft hij heel omstandig uitgelegd dat Johnny van den Broek een heel slechte jeugd heeft gehad. En dat natuurlijk ook ja, gevolgen heeft gehad voor de daden dat hij daarna gepleegd heeft. Mm-hmm. Tegen mij zei hij zo dat hij een beetje op zijn best is, ook in zo'n Assise arena, want dat is het toch wel soms zo. Mm-hmm. Als hij alleen tegen de rest pleit, zo, hè. Alles is slecht en iedereen kijkt naar hem en de burgerlijke partijen spuwen hem uit en zeker de beschuldigden en dan is zijn moment. Zo. Hij probeert dan kalm te blijven, niet te bombastisch, niet te theatraal en dan eigenlijk gewoon
dat menselijke inderdaad te gaan opzoeken van die beschuldigde. Ik kan me ook niet herinneren dat hij ooit voor een burgerlijke partij een assisezaak gedaan heeft. Het is altijd voor de verdachte. Wel, ik heb het hem gevraagd. Ik zeg, meester, we zitten nu aan nummer 100. Ja, ga eens door die lijst opnieuw en kijk eens van hoeveel burgerlijke partijen heb je verdedigd. En dat zijn er, denk dat hij zat aan 77 keer de beschuldigde en 22 keer een burgerlijke partij. Dus ja, zijn focus ligt wel op daders. En dat fascineert hem meer, dat gegeven ook in die assize arena van dat één tegen alle aspect. Nou, en wat heeft hij zelf gezegd over zijn stijl van pleiten, over hoe dat hij zich voorbereidt, hoe dat hij zich... Ja, hij zei zo met een kwinkslag dat hij veel jonge confraters in het veld ziet hij hem een beetje nadoen. Hè. Dus hij is wel heel trots op zijn eigen stijl die hij ontwikkeld heeft. Maar hij zei mij ook van ja, de Jan de Man van 36 jaar geleden is natuurlijk, ja, die was totaal anders. Hè. Die pleitte veel langer en veel meer theatraler. Hij zegt van, ik ben eigenlijk wel heel blij over hoe dat ik daarin geëvolueerd ben. Het is veel korter, het is kernachtiger, het is minder bombastisch. Hij heeft daar veel over te zeggen. De Assisezaal in Antwerpen die nodigde uit tot grootste dingen. Daarom zeg ik niet altijd lange pleidooien of niet, want ik ben geen voorstander van lange pleidooien. Ik heb zelf ook die fout gedaan, hè. Maar ik heb eruit geleerd. Ik heb ooit mijn tweede of mijn derde assise, of wat was dat weer? Rosa Smits. Dat was mijn eerste zaak die ik alleen heb gedaan, dat natuurlijk. En dan heb ik 3 uur gepleit, denk ik. En ik herinner me nog dat er een journalist, die kwam dan na het pleidooi en dat de jury weg en zegt, ja, het was voor mijn pa, het was heel goed, maar te lang. En ik dacht, zeg, hé. Hey, maar dat was juist. Dat is ook een tip die ik aan jongere collega's heb meegegeven. Je moet dat zelf maar eens testen, om aandachtig te luisteren. Pak maar een half uur of 3 kwartier goed naar een uiteenzetting van 3 kwartier te luisteren, zonder dat je al niet anders begint te denken. Dat is al niet zo simpel. En is dat soort focus ook, als je die juryleden dan ziet van ik focus me op die en die? Nee, ik probeer tegen iedereen te spreken. Want je ziet, dat is van u dat wel echt focussen. Ja, maar dat is fout. Waarom? You've got to take them by the balls, hè? Je moet ze vastpakken en ze moeten, of dat ze nu meegaan in uw verhaal of uw stelling, maar ze moeten aandachtig kunnen zijn. Dat koppel ik dan aan ervaring uit het verleden. Trek het niet te lang, weet je? Ik bedoel, of bouw uw pleidooi zodanig op dat er iedere keer iets nieuws komt. Er zijn bijvoorbeeld collega's die denken dat ze heel hard moeten spreken of heel hard moeten roepen. Dat is niet juist. Nee. Je kunt door te fluisteren soms veel meer aandacht krijgen van een jury. En hoe verschilt Jan de Man van toen van die van nu die moet pleiten voor racisme? Oh, ja, er is wel een verschil. Ik ben nog meer dan vroeger to the point. Ja. En theatraal of niet? Minder, denk ik. Allee, ik heb altijd mijn eigen stijl proberen te ontwikkelen. En ik denk wel dat ik die heb. Mm-hmm. En ik denk zelfs dat er een paar zijn die dat hebben geprobeerd te kopiëren. Maar, En geeft het u nog stress? Ja, maar dat is altijd. Als je die stress niet meer hebt, dan moet je stoppen. Als je op een gegeven ogenblik voel, ik heb het niet meer, dan stop ik ermee. Pieter, ik ben ooit ook eens bij Jan de Man op zijn kantoor geweest. Zijn vorige kantoor nog, want hij is ondertussen verhuisd. Mm-hmm. Maar daar hing toen een heel opvallend schilderij. Een tekening eigenlijk van een tijger. Ja. Hangt dat er nog altijd? Of? Ja, zeker. Ik denk dat een van de eerste dingen is die hij in zijn kantoor heeft opgehangen. Hè. Dat hangt zo achter. Hij zit in zo'n zwarte grote stoel die zo achterover kan leunen. En daar pal achter zit dat schilderij met die tijger. En dat is eigenlijk getekend door een van zijn cliënten. Leslie Huismans. En ik denk van al die 100 assisezaken, Cedric, dat misschien wel het verhaal is dat het meest aan zijn ribben is blijven kleven. Je hebt het daar ook met hem over gehad. Uitgebreid, ja, want hij refereert daar ook naar, ook als hij lesgeeft bijvoorbeeld, blijkbaar komt dat verhaal regelmatig terug. Misschien even uitleggen. Leslie Huismans was destijds een jonge vrouw die eigenlijk spilfiguur in een soort incestverhaal, een tragisch verhaal. En die heeft eigenlijk 2 mensen aangezocht om die daders uit de weg te ruimen. Mm-hmm.
En zij zei altijd van, ja, kijk, meester, ik ga u nooit kunnen betalen. Hè. Die bezat niks. En meester De Man zei van, ja, maar je kan goed tekenen, weet je, maak een mooie tekening. En die heeft dat dus gedaan. Dat was een tekening van een tijger dus. En belangrijk misschien om te vermelden nog, is dat Jan De Man eigenlijk altijd een brief van haar ook in zijn binnenzak meedraagt. Ja. Als ik me goed herinner, het was een beetje een moeilijke situatie, want zij wou niet uitleggen aan hem waarom dat heel die moord gebeurd was. Mm-hmm. En hij heeft daar toen gezegd van, schrijf het dan neer in een brief. Ja, en dat was een heel delicaat thema, dus incest. En zij wou absoluut niet dat er zitting in de assisezaal eigenlijk uitgebreid aan bod kwam. En ja, Jan De Man koestert die brief enorm. Waarom hij vindt ook dat die Leslie Huismans destijds te hard is, te streng is gestraft. Meer nog, hij zegt van, ja, had ik dat destijds kunnen gebruiken in mijn argumentatie. Want zij wou niet dat bekend werd gemaakt, dat nee. Dat in de assisezaal werd gepleit door Jan De Man. Inderdaad, en finaal heeft zij een strenge straf gekregen en zijn stelling is nog altijd vandaag van, had ik dat toen kunnen gebruiken, een terechte argumentatie, dan was hij veel, veel, veel minder streng gestraft geweest. Ja, en dat die brief altijd in zijn binnenzak zit, dat zegt eigenlijk ook veel over Jan De Man. Ja, het is niet zomaar symbolisch. Nee, want wat we daarnet al zeiden, hè, je kiest niet zelf waar je wieg staat, waar je geboren wordt, mm-hmm. In welk gezin je terechtkomt. Dat slaat eigenlijk ook een beetje op hem. Ik heb hem ook ooit eens geïnterviewd en hij heeft mij dat toen verteld. Van, kijk, hij heeft zijn moeder bijna niet gekend. Hij is eigenlijk opgevoed door zijn grootouders. Mm-hmm. En zijn moeder, dat was eigenlijk een ongewenste tingerzwangerschap. En zijn moeder is eigenlijk verdwenen toen hij 10 jaar oud was. Hij is opgevoed door zijn grootouders. En hij heeft het daar ook heel moeilijk mee gehad. En Dat heeft hem ook een beetje gevormd als mens, denk ik. En verklaart misschien ook een beetje waarom dat hij bij al die daders, bij die vele, vele daders die hij de afgelopen 36 jaar heeft verdedigd, waarom dat hij daar toch altijd ook de mens achterin ziet. Waarom dat hij die begrijpt eigenlijk. Waarom dat en waarom hij dat hij, ook zij ook 's nachts wakker ligt van zulke dossiers. Wij zijn verdedigers. Wat dat niet wil zeggen dat we goed praten met onze cliënten. Want in 80% van de gevallen konden uitleggen alleen hoe dat iemand zo ver gekomen is om zoiets te doen. En probeer de verzachte omstandigheden mee te geven in de hoop dat dat een verschil zal maken in de straf. In veel van die zaken kun je niet rond de ernst van de feiten. En kun je hopelijk proberen uit te leggen waarom dat iemand in zo'n situatie is terechtgekomen. En als je dat goed kunt, nou, dan haal je ook resultaten. Hè? Wat ik me soms afvraag, Pieter, een advocaat die moet toch soms ook met zijn geweten worstelen. Want stel, iemand, je cliënt staat terecht voor moord en die ontkent staalhard dat hij die moord geweten en gepleegd heeft. Mm-hmm. Maar als advocaat weet je heel goed dat hij het wel gedaan heeft. Sta je dan niet in tweestrijd daar in die rechtszaal? Heeft hij het daar ook over gehad? Ja, we hebben het daar uitgebreid over gehad, omdat hij dat is een heel cruciaal element natuurlijk. Hè. Die verhouding ook, hoe dat hij kijkt naar die cliënt, wat hij tegen hem vertelt of niet, hoe dat zit met de waarheid en dergelijke. Hij zegt daar zeer zinnige dingen over. Misschien moeten we even luisteren. Je kunt perfect als advocaat een cliënt in een strafzaak bijstaan die het tegen u bekend heeft, maar in het onderzoek niet. Nu, ik mag niet nog naar het Hof van Assise gaan, nog naar een correctionele rechtbank. En ik mag daar niet de stelling gaan verkondigen dat hij het niet gedaan heeft. Want dan lieg ik, hè. Ik mag wel zeggen dat het niet bewezen is in mijn overtuiging. En als ik dan vind op het einde van die week dat volgens mij het Openbaar Ministerie niet kan bewijzen dat er een moord is gebeurd, dan mag ik dat betwisten. Maar ik mag niet zeggen dat mijn cliënt het niet gedaan heeft. Ik moet zeggen dat het niet voldoende bewezen is. Of dat er minstens twijfel is. En dan moeten vrijspreken. Als een cliënt of een cliënte tegen mij gezegd heeft, ja, ik heb het gedaan. En ik heb het gepland. En ik had het al dagen op voorhand gepland. En je moet die dan gaan verdedigen voor een moord. Dan moet je niet pleiten dat je cliënte het niet gedaan heeft. Maar dat is uw geweten nu dat u het dan tegen advies heeft. Nee, dat mag ik niet doen gewoon. Dat is een beroepsregel.
Dat heeft niks met mijn geweten te maken. Dat komt iedere keer te sprake van dat geweten, van een strafpleiter. Van, oh, kun je dat wel pleiten? En hoe zit je dat? En hoe draag je dat? En hoe is dat mogelijk dat je dat kunt zeggen? Ik bedoel, dat is flauwekul. Als ik vind dat ik een gewetensprobleem heb, dan kan ik zeggen, meneer of mevrouw, ik doe dat liever niet, hè. Ik kies maar iemand anders. Maar als ik de beslissing neem van, ja, ik vind dat wel verdedigbaar, ja, dan ga ik die verdedigen. Punt. Moet weten, Cedric, Jan de Man pleit voor assisezalen liever al 36 jaar. Hij vertelde mij dat hij, ik denk dat er weinigen zijn, Vlaamse strafpleiters, die letterlijk in elke Vlaamse assisezaal gepleit hebben. Ja. Van Brugge tot Gent, tot Antwerpen, tot Tongeren, tot Leuven. Hij is daar overal meermaals geweest. Ja, en heeft hij veel zien veranderen op die 36 jaar? Maar ja, natuurlijk, ja. Er is heel veel veranderd de voorbije decennia en je voelde zo in ons gesprek van ja, de grandeur van vroeger is zo ergens een beetje weg. Hij gaf het voorbeeld van de assisezaal in Antwerpen. Hè. Vroeger was dat een aparte entiteit. Hè, dat, ja, betaalde justitie. Ja, een soort, ja. Hij zegt een soort eiland waar je dan een week vertoefde. En de rest van de wereld bestond niet. Dat was de place to be. Mm-hmm. En hij zei ja, nu in het justitiepaleis in Antwerpen is dat een soort ja, omgevormde correctionele kamer geworden. Een glazen bokaaltje eigenlijk. En ja, hij refereert dan zo naar zijn beginjaren, als hij zelf voor de eerste keer in die oude assisezaal in Antwerpen kwam, ja, die grandeur die daar hing, en dat mist hij natuurlijk wel een beetje. Ik vind de procedure nog altijd speciaal en ik doe dat nog altijd heel graag, maar de atmosfeer moet er ook zijn. Nu hier in Antwerpen natuurlijk, zo'n omgebouwde zittingzaal, de krijg je die sfeer niet. Als je met een assisezaak in het uitgerechtshof bezig wordt. Ook bijvoorbeeld in Gent of in Brugge, dan zit je precies op een eiland. Je bent afgesloten van de buitenwereld, dat bedoel ik. Ja, dat je zit even een week of twee weken in de zaak van Noppen, 7 weken, in een aparte wereld. Ja. En dat was extreem, dat gevoel, vanaf het ogenblik dat we verhuisd zijn naar het nieuwe gerechtshof, maar dat de assisezaken nog behandeld werden in het oud-gerechtshof. Ja. Dan was heel dat gebouw donker, maar alleen die zaal en de gangen ernaast, dat was verlicht. En als je dan s'avonds moest wachten op een verdict bijvoorbeeld, dat was zo echt spooky. Pieter, er is in Vlaanderen maar één strafpleiter die meer assisezaken op zijn blad heeft staan dan Jan de Man. En dat is uiteraard Jeff Vermassen. Ja. Die zit aan 104 of 108, dacht ik. Wel ja, onlangs las ik een interview waarin hij zelf over 112 sprak. Dus een beetje onduidelijkheid. Maar ja, hij zit net boven die 100. Hè. En, ja. En Jan de Man zit aan 100 dus volgende week. En ja, je voelt dat ja. Dat respect is er natuurlijk, dat respect is groot, want hè, de tenoren van de balie hebben heel veel respect voor elkaar. Maar er is ja, natuurlijk die rivaliteit natuurlijk, is een beetje Anderlecht Club Brugge natuurlijk. Hè. Ik weet dat hij ooit in een interview heeft gezegd van als ik tegenover Jeff Vermassen sta, dan doe ik extra mijn best. Dan ben ik extra gemotiveerd. Ja, en dat herhaalde hij ook wel tijdens ons gesprek. Je merkt dat zijn zo van die figuren, als ze kunnen buiten komen in hun chic kostuum, als het tegen de allergrootste is, dan doen ze hun extra hun best natuurlijk. En ja, je moet weten, Vermassen, de man, die hebben ja, de assisezalen gedomineerd, eind jaren 80, jaren 90, jaren 2000. Dat waren de twee groten. Ik denk ook oprecht dat er eigenlijk de komende jaren niemand de kaap van de 100 assisezaken zal ronden. Ze zijn met twee, illuster. En ja, ik vond het wel opvallend. Ik had gedacht dat de rivaliteit nog groter was, maar er sprak toch een groot respect uit over zijn tegenstrever. Ook al is de stijl en de manier van pleiten totaal anders. Ja, dat is toch logisch. Ik bedoel, een van mijn schoonste resultaten was de zaak Beerlings, die ik tegen hem heb gepleit. Hoe sterker uw tegenstrever, als je dan een overwinning behaalt, ja, dan heb je meer gepresteerd. Hè? Als ik nu diezelfde overwinning zou behaald hebben tegen een tegenstrever die bij manier van spreken zijn tweede assisezaak pleit, we hebben totaal andere stijlen en dat is goed. Wat dat een formidabel op een gegeven ogenblik, daar heb ik me dikwijls in geërgerd. Maar dat is een formidabel. Op een gegeven ogenblik was het zover dat er op voorhand al, en daar hebben jullie ook een rol in gespeeld in de media, werd dat opgeklopt van, Jeff Vermassen komt voor een beschuldigde, dan gaat hij dat niet gedaan hebben. Want die komt dan niet meer voor onschuldige mensen. En hij heeft dat ook mee overgepakt. Wat dat formidabel, ik vond dat schitterend. Kwestie van,
in public relations en dat opbouwen al op voorhand, als dat proces er ging aankomen toe, bravo, daar stond ik voor in bewondering. Maar dat was natuurlijk, om dan als tegenstrever van hem te komen pleiten, ja, dat was het een beetje anders natuurlijk, snapte? In de zaak Beerlings, die is buiten gekomen hier in Antwerpen met 2 jaar, een gedeeltelijke vrijspraak. En dan gecasseerd en dan naar Tongeren moeten gaan pleiten en dan terug een schitterend resultaat. Een uitgelokte moord, dat was het wel 5 jaar nog. Dan was hem echt niet goed van ze. Ik zing hem nog buiten komen en ik zat op het terras van een brasserie te drinken waar ik allemaal aan het genieten was, want ik was echt euforisch. Ik geef dat gewoon toe. Zerik-Jan de Man moet dus volgende week opnieuw naar Leuven en Vollenbak opnieuw aan de bak in het Assisenhof van Leuven voor zijn 100ste zaak. Hij moet Christel Appelt verdedigen. Daar gaat het al over. Ja, voilà. Voor de tweede keer al, hè, want dat proces is begin dit jaar al eens voor assise gekomen. Ik heb dat toen gevolgd. Dat ging over de moord op Andy van der Rijt. Dat is een 30-jarige man die in december 2018 op een nacht plots in Aarschot dood op straat wordt aangetroffen. Hij is met 13 messteken neergestoken. Hij wordt heel snel gevonden door de politie. Dat gebeurt eigenlijk vlak aan een politiekantoor. En de politie kan ook heel snel op aanwijzen van een aantal getuigen 2 verdachten oppakken. En dat is dus die Christel Appelt, mm-hmm, waarvan we het al besproken hebben. En een zekere Bjorn de Kant. En dat was een ex-vriend eigenlijk van Christel Appelt. Okay, misschien moet je nog eens uitleggen waarom die moord eigenlijk gepleegd is. Wel, waarom die moord gepleegd is, dat is heel lang onduidelijk geweest. En eigenlijk pas op haar proces, op haar assiseproces begin dit jaar, heeft ze daar een beetje een warrige uitleg over gegeven. Ze was eigenlijk op het moment van de moord samen met Andy van der Rijt. Ze waren een koppel, ze woonden ook samen. En eigenlijk op het eerste zicht ging alles goed op dat moment tussen die twee. Want ze waren die ochtend van de moord nog samen kussend aan de bushalte gezien. Dus er was niet meteen grote ruzie of zo. Maar ze zouden die dag toch via sms'en toch ruzie gekregen hebben. En de uitleg die ze daar op proces is over gegeven heeft, is eigenlijk dat Andy van der Rijt had beloofd om het huis schoon te maken. Hij had beloofd om het huis te poetsen. Zij had hem overdag van op haar werk in de boekhandel waar ze werkte gecontacteerd. Mm-hmm. En hij bleek niet aan het poetsen te zijn. En ze is daar boos over geworden. Er is ruzie ontstaan en hij zou haar op een bepaald moment met de dood bedreigd hebben. En zij is op dat moment gevlucht naar haar ex-vriend Bjorn de Kant. Oké, okay, een vrij banale aanleiding dus. Mm-hmm. Gaf zij tijdens dat eerste proces in Leuven toe dat zij had gestoken? Wel, eigenlijk tijdens het onderzoek niet. De eerste jaren na de moord is ze eigenlijk altijd blijven ontkennen dat ze daar iets mee te maken had. Mm-hmm. Dat het eigenlijk vooral haar ex-lief Bjorn de Kant was die het slachtoffer had neergestoken. Maar op het proces veranderde dat plots. En dat was ook toen, door toedoen van Jan de Man. Hij had namelijk geëist dat zijn cliënten schoon schip zou maken, zoals hij dat noemde. Voor het proces al? Wel, ja, aan het begin van het proces eigenlijk heeft hij kort het woord genomen en gezegd van mijn cliënten gaat hier schoon schip maken. En in de assisezaal bekennen ze toen plots, ja, ik had wel degelijk een mes vast op het moment dat we hem hebben neergestoken. En dat was eigenlijk een vrij pijnlijk moment voor die andere beschuldigde, voor Bjorn de Kant. Want het was duidelijk dat hij eigenlijk nog altijd heel erg verliefd was op Christel Appelt. En hij had eigenlijk tijdens het hele onderzoek en ook daarvoor nog in de rechtszaal de schuld een beetje op hem willen nemen. Hij had als witte ridder volgehouden dat zij niet gestoken had. En vlak naast hem staat ze eigenlijk recht en zegt ze, ik heb wel gestoken. Ja, maakt hem totaal ongeloofwaardig eigenlijk. Hij stond te kijken voor die jury als een leugenaar eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Ik heb destijds uw stukken gelezen, Cedric. Er was nog een derde man in het spel. Het wordt ingewikkeld. Ja, het wordt ingewikkeld. Na die moord is ze in de gevangenis verliefd geworden op nog een derde man. Ze is ook getrouwd in de gevangenis. Dat gaat een zekere Mike Gillen, heet die man. En het is eigenlijk door hem ook dat die zaak eigenlijk heel veel aandacht heeft gekregen. Want Mike Gillen is op een bepaald moment vrijgekomen uit de gevangenis. Was heel erg verliefd op Christel Appelt. En heeft geprobeerd om met een helikopter haar te bevrijden uit de gevangenis van Berkendaal. Dat is mislukt. Dat was niet erg professioneel aangepakt. Hij is daarvoor ook opgepakt en is ondertussen tot 5 jaar zelf veroordeeld voor die mislukte ontsnappingspoging. Mm-hmm.
En zijn doortocht op het assiseproces, want hij is natuurlijk als moraliteitsgetuige, als echtgenoot van de hoofdbeschuldigde komen getuigen, dat was eigenlijk één grote one-man show. Hè. Ik zie nog hoe hij daar met veel zwier die assises al binnenwandelt, hoe hij zich daar zet en zegt van, vraag het maar eens, vraag mij maar eens. En ja, zijn doel was eigenlijk, hij wou de jury een tweede kans vragen voor zijn vrouw, voor Christel Appelt. Hij wou eigenlijk de jury vragen om haar nog een tweede kans te geven. Hij zei, ik zal ervoor zorgen dat ze op het rechte pad blijft. Ik zal voor haar zorgen. Nu, iedereen weet dat hij in de gevangenis zit, omdat hij met een helikopter haar heeft proberen te bevrijden. Heel erg geloofwaardig kwam hij niet over. Je refereerde daarnet van, ze moet een tweede kans krijgen. In zekere zin krijgt ze een tweede kans nu met die tweede assisezaak. Mm-hmm. Waarom is die assisevoorzitter eigenlijk destijds gevraagd? Wel, er is eigenlijk een heel knullige fout gebeurd. En we hebben al uitgelegd, het was Jan de Man die dat heeft opgemerkt. Het gebeurde eigenlijk op de allerlaatste dag van het assiseproces. Alles was al achter de rug. Alle getuigen waren al gepasseerd. Iedereen had zijn zeg gedaan. Alle advocaten hadden ook al gepleit. De pleidooien waren achter de rug. Het enige wat er nog moest gebeuren was, de jury moest zich terugtrekken en zich beraden over de schuldvraag eigenlijk. En op dat moment worden er een aantal blaadjes uitgedeeld aan de jury. Dat zijn onder meer de vragen die de jury... De schuldvragen die de jury moet beantwoorden. Maar wat was er gebeurd? Er bleek ook een spiekbriefje van de voorzitter aan die schuldvragen te zijn blijven kleven. En dat was niet zo'n neutraal spiekbriefje. Op dat spiekbriefje stond er eigenlijk een beetje een gekleurde uitleg over wat de juridische term uitlokking eigenlijk betekent. Je moet weten, Jan de Man die had gepleit dat de moord was uitgelokt, dat de moord door uitlokking was gebeurd. En het Openbaar Ministerie, de openbaar aanklager, die was het daar niet mee eens. Die vond dat er geen sprake was van uitlokking. En de uitleg die op dat spiekbriefje stond, die was nogal gekleurd, laat ik zeggen, die was nogal in het voordeel van de openbare aanklager. Dus Jan de Man, nog een aantal andere advocaten. Stond terecht eigenlijk. Zij zien dat spiekbriefje en zij vonden eigenlijk dat de jury gemanipuleerd werd. Ze vonden eigenlijk dat de jury beïnvloed werd. En ze hebben een wrakingsverzoek neergelegd. Is dat ook een beetje de ervaring dan van iemand van 69 met 100 assisezaken op de teller? Ik vermoed wel, hè, want zo'n dossier is duizenden pagina's groot. Daar komen 55 getuigen en passeren en dan toch nog op de allerlaatste dag dat spiekbriefje zien zitten. Ja, daar moet je alert voor zijn. Hij heeft een wrakingsverzoek neergelegd en voorzitter Veerle Albrecht heeft uiteindelijk de eer aan zichzelf gehouden. Ze is zelf opgestapt en daardoor moet nu eigenlijk dat hele assiseproces, dat moet helemaal opnieuw worden gedaan. Er moeten opnieuw 55 getuigen passeren. Dat zal opnieuw 7 dagen duren. En krijgen we dan een identiek proces gewoon? Wel, allicht niet, denk ik, want Jan de Man en ook Tim Smet, dat was de andere advocaat, dat was de advocaat van Bjorn de Kant, de andere beschuldigden, die hebben zelf ook al aangegeven dat ze eigenlijk lang hebben nagedacht vooraleer dat ze de voorzitter wilden vragen, want dat brengt ook een zeker risico met zich mee, want ze hebben al in hun kaarten laten kijken. In hun eindpleidooi hebben ze vooral gespeeld op die uitlokking. Andy van der Rijt zou eerst een slag hebben gegeven aan Christel Appelt en dat zou die moord hebben uitgelokt. Mm-hmm. Dat was al een beetje het pleidooi dat ze allebei gehouden hebben. Waarom? Bij uitlokking is de maximumstraf nog 5 jaar. Dus als de jury ermee instemt dat die moord inderdaad werd uitgelokt, dan riskeren Christel Appelt en Bjorn de Kant nog maximum 5 jaar. En dat is de troefkaart die Jan de Man en co. eigenlijk al uitgespeeld hebben. Die ligt al op tafel. De openbare aanklager die heeft dat hele pleidooi nu al eens gehoord. Die weten al welke troefkaart hij straks gaat bovenhalen. En bon, die kunnen daarop inspelen. Hè. Die kunnen zich daar een beetje op voorbereiden. Die kunnen hun pleidooi daarop aanpassen. Nu, anderzijds, het wordt ook een ander proces, denk ik. Want de twee beschuldigden die hebben al eens kunnen oefenen. Ze hebben al eens hun verklaringen kunnen afleggen. En ze hebben al gezien hoe de voorzitter daarop reageert. Ze hebben misschien al gezien hoe bepaalde getuigen reageren. Mm-hmm. Ook nog, bij de start van het proces in januari was Bjorn de Kant
nog hopeloos verliefd op Christel Appelt. Dat was duidelijk. Hij nam haar nog in bescherming op de eerste dag. Iets zegt mij dat de liefde misschien over is intussen. Na 7 procesdagen was dat toch al anders en was die liefde toch wel al bekoeld. En waren de verstandhoudingen anders. Hij had ook al met veel zwier de nieuwe liefde van zijn ex-vriendin de zaal zien binnenstappen. Ik verwacht niet dat hij nog op dezelfde manier Christel Appelt in bescherming zal nemen. Oké. Dus Erik, ja, jij gaat dat proces opnieuw voor ons volgen, voor de tweede keer. We gaan zien hoe dat dit keer uitdraait en of de jury nu wel tot een eindoordeel zal komen. En of Jan de Man eigenlijk nog een extra troefkaart op tafel kan gooien. Hè. Ook al zei hij mij tijdens het interview dat ik met hem had van er bestaan eigenlijk geen witte konijnen in Assisen. We zullen het zien. Okay. Rest er mij nog alleen te vertellen dat we er volgende week opnieuw zijn met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen. En dan trekken we naar Limburg, denk ik. Absoluut, voor een Assisenzaak in Tongeren. Bedankt. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huibrechts en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar advocaat Jan de Man voor zijn deskundige uitleg. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al ontdekt? Elke maandag blikt Shotcast terug op het voetbalweekend. Op dinsdag krijg je in Slimmer Leven advies waar je echt iets aan hebt. En op donderdag is er Het Punt van Van Impe, onze politieke podcast met hoofdredacteur Lisbeth Van Impe.